Loosappige leeuwtjes van Justus Perkament. Dus welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. Ik ben lekker in mijn kamer. Het is best wel mooi weer. Het is eigenlijk een paar dagen al heel erg lekker weer. Ik heb zelfs voor jullie de gordijnen open gedaan, zodat jullie heel mooi kunnen zien dat ik ook niet echt zo'n mol ben die alleen maar in hun kamer zit in het donker. Ik doe straks wel de gordijnen weer dicht, want ja, weet je, dan blijft het hier een beetje fris. Ik kan het niet fris noemen, maar in ieder geval niet zo warm dat het hier een sauna is. Dus ja, dat leek me wel een goed idee. Ik heb hier mijn computer meegenomen. Even kijken. Kijk eens hier. En dan kunnen jullie dit als het goed is gewoon goed zien. Ik ga het even aanwijzen. Kijk, hier hebben we Pokémon White 2. Dit is zeg maar het rooster dat ik gebruik. Zo kan je een beetje zien wat er deze week wordt geüpload. En hier hebben we nog niks voor opgenomen. En deze die zijn we nu aan het opnemen. De Jupvlog. Ons idee is zeg maar, want het is natuurlijk een update vlog. Ons idee is zeg maar dat deze lijn van 10 uur altijd iets geüpload wordt. Dat leek me wel zo'n goed idee. Dan heb je natuurlijk nog de lijn van 4 uur. Nou ja, die van 4 uur, die hoeft niet altijd online te komen. Staat ook duidelijk in de banner van dat die soms online gaat komen. Even wachten hoor. Dat die soms online gaat komen, dus dan niet altijd. Maar ik ben dus nu de Jupvlog, die komt vroeg zelf nog vanmiddag online. Tenminste, daar heb ik hem wel in gepland, maar ik moet hem ook nog renderen. Maar ik denk niet dat het zo heel lang duurt. Voor de rest, ja. Voor de rest is eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Wat wel is dat we iemand hebben die misschien ook op ons kanaal wil uploaden. Die hebben jullie misschien wel eergisteren en gisteren gezien met de Minecraft minigames. Dus we willen zeg maar die 4 uur video, willen we of inderdaad een vlog, een Minecraft minigames of eventueel een Hearthstone potje of wat hebben we nog meer, Pokémon Showdown. Weet je, niet een hele serie, behalve als we heel veel afleveringen al klaar hebben. Maar het lastige daaraan is dat ik maar één per dag kan renderen zeg maar, behalve als de vlog is, want die is kort, of Minecraft minigames. Kan eventueel ook nog wel, maar van een grote serie, van een aflevering van een half uur, ja, dat is gewoon, dat kost 5 uur en dan kan ik niks meer met mijn computer doen. En dat is in de vakantie best lastig. Dus vandaar. Voor de rest, even kijken wat ik nog meer te vertellen heb. Nee, eigenlijk niet. Jullie hebben dus gezien dat wij een vast upload schema. We hebben trouwens 94 abonnees, nog 6 abonnees te gaan en dan hebben we 100. En dan gaan we proberen de Bean Boozle Challenge te regelen en dan gaan we die doen natuurlijk. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze update vlog. Wat jullie nog meer hoeven te weten, eigenlijk niet veel. Ik weet dat ik nu veel video's kan maken, dus dat is in ieder geval een pluspunt, omdat het vakantie is natuurlijk. En dan kan ik elke nacht één renderen en eventueel een minigames, een Hearthstone, kan ik misschien nog wel meer renderen, zodat er meer 16 uur, 4 uur video's komen. En dat is misschien wel leuk voor jullie om naar te kijken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze vlog. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.